Ja, er was totaal geen bestemmingsplan voor het gebouw. Dus ja, het staat gewoon leeg zonder enkele bestemming inderdaad. Nou, dat is gewoon zonde. Dus ja, dan kan je het zo kraken. Als er een bestemmingsplan voor is, dan kan je het meestal niet kraken. Dus maar in dit geval wel dus. Ja, en het was ook nog eens een keer zo van, er zijn 3 scholen in 1 jaar tijd zijn in dit pand geweest. En al die 3 scholen zijn in principe gewoon ja, weggegaan uit dit gebouw. Dus er werd helemaal niks mee gedaan. Er zou geen nieuwe school meer komen. Het zou ook meer kunnen gebruikt worden voor een andere bestemming. Want ik zat zelf te denken, misschien iets van bejaarden iets of zo, of weet ik veel wat. Maar het wordt ook helemaal niks. Dus het is gewoon zonde dat hier niks mee gedaan wordt. En het zo hier leeg staat, in principe te wachten staat over een paar jaar afgebroken te worden. Terwijl er zoveel studenten in woningnood zijn. Ja, ja, en dat is niet weer een goede bestemming. Het heeft dit nou een goede bestemming. Het is nou gewoon een woonruimte voor studenten en werkende gewoon. Dus verder wat ze nu mee bezig zijn, dat weet ik niet precies. Kregen wij nog, als het goed is, over te horen van Carex is langs geweest. Carex. En ja, die wilde contracten dan aangaan. Dus nou, ik heb het contract nog niet in handen gehad, dus dat wil ik eerst even zien. Dat, ja, ben benieuwd. Verder zijn er volgens mij nog helemaal geen plannen voor gemaakt. Nou, precies. Ja, gewoon het plan is om hierin te gaan wonen. Ja. Mensen die werken en naar school gaan. En dat wil goed zo. Ja. Zeker. Dat is een hele mooie oplossing. Mm-hmm.